Depressies en burn-outs bij jonge volwassenen moeten bespreekbaar worden. Daarom heeft theatergroep Away Productions hier een voorstelling over gemaakt, genaamd Labyrinth of Lines. Volgens de groep ligt er een taboe over het praten over depressies. De voorstelling moet dat taboe wegnemen. We willen zeg maar een bepaalde boodschap uitdragen over mentale aandoeningen. En wat dat met mensen doet en hoe mensen daarmee omgaan en hoe, wat voor vooroordelen daar misschien omheen over aanwezig zijn. En hoe het daadwerkelijk is. Dat idee, dat willen we heel graag uitdragen aan het publiek. En we hopen dat we dat op een goede manier doen. We had a pretty good session with Dr. Minerva. So, really lately I've been thinking, maybe I want to get new glasses. How do you think these look on me? Fine, you know. Whoa, tone down the enthusiasm, man. Dit theaterstuk dat gaat over een jongen die last heeft van een depressie en een burn-out en daardoor in het ziekenhuis belandt. En het gaat over de dagen zeg maar, die hij door het stuk heen meemaakt in het ziekenhuis en leert om te gaan met deze ziekte en leert om te gaan met anderen met zo'n ziekte. Maar ook over zijn familie die moet leren omgaan met hem en hoe je eigenlijk omgaat met iemand met een depressie. I just told you I had a pretty big session with Minerva. Bad about my glasses. Jeez, it feels so ugly. I wasn't trying to make you feel bad about your glasses, but not everything is about you, you know. Het is zo'n zwaar thema. En het is iets wat voor heel veel in onze groep wat vrij dichtbij ons staat, al is het dan onszelf of mensen om ons heen, dat we dit wel meegemaakt hebben. En ik heb een heel zwaar jaar gehad nadat mijn vader was overleden afgelopen jaar. Dus ik had genoeg negatieve emotie om uit te putten en dat om te zetten in wat ik voor deze rol moest weergeven. En verder gewoon heel veel begeleiding vanuit mijn medespelers, vanuit de directie, gewoon het spel met elkaar is waar het uiteindelijk om draait en gewoon de directie van de regisseuse, want zij weet heel goed, zij kent ons zo goed, dus zij weet heel goed hoe zij bepaalde emoties uit ons moet trekken, zeg maar, wat heel fijn is. You think I'm an attention seeker. Whoa, well thanks, haven't heard that one before. I didn't say I really that, thought you were different, Tom. You know what? Fuck you! Wij wilden, omdat we het zo realistisch mogelijk willen weergeven, hebben we met ervaringsdeskundigen gepraat. We hebben naar hun verhalen geluisterd. Die hebben we weer verwerkt in ons stuk. We hebben ervaring van de spelers gebruikt. Die hebben we ook weer in het stuk verwerkt. We zijn bij het UMCG geweest, bij de psychiatrische afdeling. We hebben daar met psychiaters en psychologen gepraat. We hebben hun gevraagd, wat zijn jullie ervaringen met patiënten? Dat zijn dingen die we sowieso moeten laten zien. Wat zijn vooroordelen die niet waar zijn? Dat hebben we ook aan allemaal gevraagd. Wat zijn vooroordelen die niet waar zijn over jullie ziekte? En wat moeten mensen echt weten? En we hebben dit allemaal verwerkt in het stuk om zo'n goed mogelijke weergave te geven van hoe het is. De voorstellingen zijn deze woensdag, zaterdag en zondag te zien. Op woensdag in het Grand Theater, op zaterdag en zondag in de machinefabriek.